Om de week goed te starten, wou ik toch iets delen. Dit weekend een leuke blog gelezen met een aantal elementen die wel nauw aansluiten bij mijn persoonlijke filosofie rond uitdagingen. In die blog stond er dat je jezelf moet zien als de CEO van jouw leven. Eigenlijk zeiden ze eerst van alles gelijk waar je vandaag zij en in welke situatie dat je daar zit, dat is volledig uw fout. Dus als je vandaag succesvol bent, is dat volledig uw fout. En als je vandaag eigenlijk totaal niet succesvol bent, dan is dat ook jouw fout. Nu, wat ze eigenlijk bedoelen is, wat u overkomt in uw leven, dat heb je niet altijd in de hand. Dat is ja, omgevingsfactoren, de situatie, de crisis, oorlog in Oekraïne, COVID, al die dingen. Ja, dat zijn dingen die ons overkomen en waar we dus ja, op zich niet zelf in handen hebben. Maar we hebben wel zelf in handen hoe we daarop gaan reageren. En in die blog zeggen ze van, je moet je eigen leven zien als een bedrijf. Dus als je jouw eigen leven ziet als een bedrijf, dan ben jij de CEO van dat bedrijf. En dan is gelijk wat er gebeurt in het bedrijf, ja, draag jij de eindverantwoordelijkheid. Jij neemt de beslissingen. The bucket stops with you. Dus jij hebt de eindverantwoordelijkheid rond wat er jou overkomt. En in die context dacht ik ook aan mijn eigen burn-out in 2012. Dus in 2012 heb ik een goede burn-out gehad. En ik zeg altijd, dat is het beste moment van mijn leven geweest. Waarom is dat? Dat was omdat dat eigenlijk een moment was waarop dat ik als CEO van mijn eigen bedrijf een paar heel belangrijke beslissingen genomen heb. En een beetje geluk gehad van de juiste mensen rondom mij te hebben. En dus een coach te hebben die mij COVID heeft aangeraden. Waarin eigenlijk ook letterlijk beschreven staat dat de eerste eigenschap is proactief. Dat je zelf kan kiezen. Dus op die dag ben ik beginnen kiezen om bepaalde dingen te veranderen in mijn leven. In de masterclass die ik geef rond COVID zeg ik dat ook. Dat tekeningsje met de twee mannetjes, het droevig manneke en het blij manneke. En ik koos elke dag, Rudo, wie gaat er vandaag zijn? Vandaag gaat het dat blij manneke zijn. En die kleine wijziging in mijn leven heeft eigenlijk een enorme wijziging van het traject veroorzaakt. Dus het is een beetje gelijk dat Tony Robbins zegt bij het golven. Hè? Als je klopt op een balken en je zit 10 meter naast je doel, dan zit je eigenlijk maar een millimeter verwijderd van de juiste klop. Want als je jouw golf met 1 millimeter zou verschuiven, dan zal je ook ja, totaal ergens anders uitkomen met het balletje dat je geklopt hebt. Nu, dat idee van die een bus hè, en die twee mannetjes, hè, het gelukkig manneke en het droevig manneke, linkt mij ook aan een tweede verhaal dat ik ergens gehoord had. En die gaat eigenlijk over jouw brein. Dat je jouw brein moet zien als jouw eigen tuin. Dus als jouw leven jouw bedrijf is hè, en jouw brein is jouw tuin, dan heb je zelf in handen wat er in jouw tuin gaat groeien of niet groeien. Dus als je het onkruid weelderig gaat laten groeien, de negatieve gedachten en de slechte dingen gaat laten groeien, ja, dan moet je niet verwachten dat er iets positiefs gaat uit tevoorschijn komen. Of anders gezegd, als je een plant, moet je niet verwachten dat je lekkere zoete aardbeien gaat kunnen oogsten. En wat zei hij daar ook nog? Dus je hebt niet in handen wat de eerste gedachte is die aan jou opkomt. Dus bij gelijk welk ding dat gebeurt, heb je een gedachte oppopt uit het niks. Van in plaats daar direct mee aan de slag te gaan, zit je eigenlijk ook bij de eerste eigenschap van COVID. Moet je een stapje naar achteruit zetten en je afvragen, van waar komt die gedachte eigenlijk? Waarom jaag ik mij hierin op? Waarom maak ik mij hier kwaad in? En dan zo rap mogelijk schakelen om van die ajuin een aardbeien te maken. Dus hoe kan ik die gedachte op zo'n manier vastpakken dat die wel positief wordt? Hoe kan ik die vastpakken dat die mij ergens naartoe brengt en niet meer ergens opjaagt in iets wat dat mij tegensteekt? En dus zie jouw brein als een, als een,
als een als your garden zet, het was een Engelse blog, zie je brein als uw tuin waar dingen in kunnen groeien. En ga heel bewust op met de ideeën die je wel wil planten en de ideeën die je wilt uittrekken nog voordat ze volwaardig geplant worden. Dus wiet dat onkruid uit uw gedachten en focust u vooral op de positieve gedachten, constructieve gedachten, want die gaan jou veel verder vooruit helpen om jouw doel te bereiken dan de criticaster te zijn en negatieve gedachten nog een beetje extra te gaan bemesten zodat ze nog groter worden. Want ja, je oogst wat je zaait, dus als je het goed zaait, zal je ook beter oogsten. Voilà, dat zijn eigenlijk de twee tips die ik vandaag wil meegeven voor deze week. Dus 1, wees de CEO van jouw leven. Je bent de baas van wat er elke dag gebeurt. Je bent de baas over elke beslissing die je neemt. En 2, zie jouw brein als een tuin. Waar dat je zelf kiest, de zaadjes die voorbij waaien, dat heb je niet altijd in de hand. Dus dat zijn de gedachten die oppoppen. Maar je kiest zelf welke dat je gaat bemesten en soigneren. En welke zaadjes en welke plantjes je gaat uittrekken. Omdat er toch niet veel goed van zou komen. Dus ik zou zeggen, een goede werkweek gewenst. Een heel performante werkweek gewenst, zodat je van veel kan genieten en hopelijk op het einde van de werkweek ook de eerste aardbeidjes kan troosten om misschien op een potje ijs samen met een aardbeidje te eten. Veel succes en we horen elkaar nog, hè. Doei.